Het Fries Dagblad is per 1 juli overgenomen door de NDC Mediagroep, de uitgever van de Leeuwarden Courant en het Dagblad van het Noorden. De NDC neemt de schuld over en betaalt het symbolische bedrag van 1 euro. De NDC gaat de christelijke krant van Friesland exploiteren. De titel Fries Dagblad blijft het eigendom van de vereniging Het Fries Dagblad. Het is opvallend dat de Leeuwarden Courant en het Fries Dagblad dinsdagmorgen nogal verschillend het nieuws naar buiten brachten. Het Fries Dagblad kopt exploitatie van Fries Dagblad gaat naar NDC en afspraken voorzien in voortbestaan. De Leeuwarden Courant opent met de kop NDC Mediagroep neemt Fries Dagblad over en bank wilde vanaf 1 juli geen krediet meer verstrekken. De afgelopen maand voerde het Fries Dagblad actie onder de lezers om geld bijeen te brengen. Dat bracht maar liefst 370.000 euro op. Dat geld blijft in het bezit van de lezersvereniging.